Welkom. We gaan van start. Ik ben Alf Haasberg en ik ben een van de mede-organisatoren van Hacking at Random, het computer hacker event van 2009 in Nederland. En ik ga jullie wat vertellen over dat event. Ik denk dat de meeste mensen wel weten een beetje wat er aan de hand is. Dus ik ga gewoon een beetje licht doorheen. Het gaat niet een praatje van een uur worden. We gaan het een beetje tijd overhouden om wat vragen voor de mensen die het leuk vinden. En we houden het gewoon een beetje luchtig, zoals dat heet. Dit is het land waar ik in het ritme gemaakt door onze aller Helen. En we hebben het zo weten te doen dat het op 13 tot en met 18 augustus 2009 is. Volgens mij is dat 16 augustus. Maar dit is om de mensen te zorgen dat ze helpen met de afbraak van die winter, begrijp ik. Zo zie je hem alweer. En we hebben een mooie locatie weten te vinden in de Vierhouten. Maar eerst een stukje over de geschiedenis van waarom nou Hacking at Random. En we hebben sinds 1993 in Nederland een traditie. Begonnen door echte hackers en krakers en mensen van het eerste uur die dachten, we moeten ook eens met elkaar gaan praten hierover, over wat nou internet en computertechnologie betekent voor de mensen. Niet alleen voor mezelf, maar ik wilde het ook delen en ik wilde met andere mensen over praten. En toen zijn ze dus begonnen in 1993 op een camping bij Laagse Bos in Muidenberg. Daarvoor waren er ook al die mensen, maar ik stond die eerste outdoor. En daar is een beetje ook de traditie ontstaan dat het op een campingterrein is en dat daar stroom is en dat er een netwerk wordt aangelegd en dat mensen praatjes komen houden. Dat is helemaal in 1993 ontstaan. En sindsdien doen we het elke 4 jaar en we alterneren met de mensen van de CCC. En die doen het ook elke 4 jaar. Dus elke 2 jaar is er een groot hackercongres in Europa waarbij je ook kampeert. Want de hackers van het eerste uur, dat zijn mensen die ook van de natuur houden en ook graag in de natie rondlopen. En dat kun je dus op dit soort events. Precies. En je moet het een beetje zien als dat het eigenlijk hier heel klein begon. Heb je toch in die first, er waren een paar honderd mensen. En tegenwoordig zitten we boven de 2000, 2500 mensen ongeveer. Dus het is ook al echt gegroeid heel erg. En dus hadden we in 1997, toen ben ik zelf betrokken geraakt bij Hacking in Progress in Almere. En daar hadden we eigenlijk anderhalve tent voor de praatjes. En het was echt blisterend mooi weer. En daar een van de dingen die daar begon, die daar gebeurd is dat we voor het eerst een fiberring op de campingsite zelf hebben aangelegd met de netwerkmensen. En dat is over waar bijvoorbeeld de source code van PGP is overgetypt uit grote boeken voor een groot deel. En de cypherpunks heette dat, dus ook een community binnen de hackerwereld. En dus dat was een groot succes. Dat werd ook door allerlei internationale toen nog bladen en geen websites, die bestonden toen nog. En daar werd veel aandacht aan gespendeerd en daardoor was ook 2001 ook echt heel groot. Dat deden we op de Universiteit van Twente, maar deden we nog steeds kamperen. Dan gebruikten we meer de faciliteiten van de universiteit. Daarna in 2005 heette het What the Heck, zo van laten we het gewoon nog maar een keertje doen. Dat was het landgoed Velder en dat was echt heel groot. Misschien hebben mensen er wat foto's van gezien. En daar hadden we ook echt van 2500 mensen rondlopen. Je moet dat zo zien, hier zijn we ooit begonnen met een groepje van 20, 30, 40, 50, 60 mensen die ook alles deden. En hierbij, wat hek, zaten we al op een vrijwilligersgroep van wel tegen de 200, 250. Dus je moet ook zo zien, meer vrijwilligers is beter. Je hebt ze echt nodig. Nou, na 2005 hebben we een beetje over nagedacht, niet alleen ik, maar nog veel meer mensen van hoe gaan we dat in 2009 doen? En toen is iemand die het eigenlijk altijd organiseert, bijvoorbeeld Grondgrijp, die zei van het is allemaal leuk geweest, maar ik heb het ook heel druk met andere dingen. Andere mensen mogen het eens een keertje doen. En toen hebben we een aantal mensen hier, waaronder ook Koen hier in de zaal, samen met Webmind, die zit hier niet. Maar een aantal andere mensen hebben gezegd van, dan gaan wij het doen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd in Nederland. Zo enthousiast dat ik dus hier nu bij jullie kom vertellen dat het echt zeker doorgaat. Dat je ook zeker weet dat je allemaal moet komen.
En waarom en hoe leuk dat is. Het is niet, we zijn ook doorgegroeid. We zijn tegenwoordig niet alleen maar gewoon een hacker-event. We hebben het ook veel meer over politiek. Het is ook veel meer ook recreëren. Van, je gaat er naar je heen met je vrienden. En dan ga je gezellig in een tentje hangen. En je zuigt je helemaal de aardblazers. Hartstikke gezellig, hartstikke goed. Bouwt jullie natuurlijk ook van alle kanten. En ik zit dus dit jaar in de Paasheuvel in Vierhouten. Waar we daar niet altijd al zijn geweest, ontgaat mij compleet. Het terrein voor dit soort dingen in heel Nederland. Dat, nadat we dat gezien hebben met de organisatie, is dat nog heel duidelijk. Nou, waar gaat Hacking at Random dus over? Nou, ik ga het anders niet oplezen, maar dit is dus onze tagline. Hiermee brengen we het ook echt in de wereld. Dat, hier proberen we ook het een beetje mee te scheiden, dat het niet alleen maar hackers zijn, maar dat het ook een sociaal iets is. We zijn er ook om met elkaar in discussie te gaan. En je zult ook zien dat de program committee die we hebben samengesteld als groep ook meer zal doen om iedereen uit te lokken tot het participeren en het meehelpen van het op de kaart zetten van belangrijke issues omtrent digitale burgerrechten en aanverwante zaken. Nou, dit is een beetje van 1997, hè? En daar gaan we voor. In 1997 werd er echt door de New York Times gezegd van, nou, dit is de Woodstock voor hackers. En als je ook gewoon dit ziet, nou, hallo, daar gaan we. Dus we noemen het ook al intern af en toe hard another hip. We willen dat hele gevoel, toen we met 600 mensen waren, willen we weer opnieuw creëren. En willen we met z'n allen daar niet alleen gewoon eigenlijk hacken, maar willen we ook gewoon lekker gezellig samen zijn. Want dat deden we op hip. Dat hacken, dat deden we toevallig wel, maar we kenden iedereen. En daarvoor gaan we nu, dat proberen we dus een beetje, hè? En dat proberen we dus een beetje op te roepen met dit event. Het is dus ook echt een camping. Dus het is een camping event en wat we doen, dus we rollen niet het internet uit, het netwerk uit. Maar omdat iedereen meehelpt, daardoor krijgen we een sfeer dat mensen ook veel meer bereid zijn om naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te helpen. En daar proberen we dus ook echt, en daarom zijn we ook echt overal aanwezig. Je zult denk ik op iets in Nederland waar over enigszins over computers gepraat wordt, zul je ons tegenkomen. Onze PR-team, geleid ook door Koen, is overal echt aanwezig. Er wordt iedereen helemaal suf geflyerd, er hangen overal posters, op alle universiteiten hangen posters. Het is echt om te zorgen dat iedereen weet dat het er is en dat iedereen er gewoon moet komen. Dan een klein stukje over het terrein. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, om ook een beetje mensen enthousiast te maken. We hebben een stuk van iets van 300 bij 300 meter hebben we dus gehuurd van de mensen van de Paasheuvel. En een van de voorwaarden is, wij krijgen de sleutel en we doen alles zelf. Dus het is ook niks, geen service krijgen van de mensen van de camping. We gaan alles zelf doen. En daardoor ook, krijg je veel meer een community gevoel. Tenminste, daar hopen we op en daar gaan we voor. En dus er staan een aantal gebouwtjes op het terrein. Hier staat een workshop area. Dit zijn de grote trektenten. Hier hebben we een veldje waarop we allemaal activiteiten gaan bundelen. Ik noem maar iets, bijvoorbeeld de blinkerlights, jongens, die misschien mensen wel kennen. Die zullen op de vlieg geconcentreerd zitten. Hier hebben we een soort amfitheater waar we een grote tent bovenop zetten, waardoor het een soort arena wordt. Die we helemaal gaan aankleden en pimpen en leuke dingen mee doen. Misschien bijvoorbeeld dat die blauwe snow zitzakken daar precies helemaal zich op hun gemak voelen en daar ineens opduiken. Hint. En je moet het zo zien, de grote kampeervelden die staan hier en daar. Hier hebben we een groot kampeerveld voor de crew. En hier hebben we nog een groot kampeerveld voor hier aan de zijkant de campers en dan hier ook. En dan hier hebben we zelfs een family village, ook iets nieuws. Want we komen er steeds meer achter dat steeds meer mensen ook gewoon tegenwoordig kinderen hebben. Mensen worden ook ouder en die hebben zich van, ja, die wil ik meenemen. Maar ja, die wil ik niet tussen de rest van de mensen in hebben lopen, hè, want dat is toch een beetje ongemakkelijk. Dat kan je over zien. Dus die mensen die hebben een eigen plekje weten te geven. Hier is trouwens een speeltuin, dus dat is ook heel leuk. Hier ook nog een speeltuin en die is de concierge hier. En een van de andere dingen is dat we ook een paar hele grote villetjes hebben die er iets ook prominenter zichtbaar gaan maken. Bijvoorbeeld de jongens van de CCC
zullen hier bij het meertje hun bivak opslaan. En hier beneden hebben jongens van de Open BSD, die ook al aanverwante mensen hebben, die zullen wat meer hier staan. En dan voor de rest heel veel kamperen. En nog wat blokhutjes en andere dingen die we doen. En de organisatie zit een beetje hier, waar ook dan het datacenter staat en de mensen die het DEC-netwerk uitrollen, want dat gaan we ook doen. We gaan de mensen een netwerk uitrollen, maar ook een DEC-netwerk. En als de licentie uitkomt, gaan we ook een GSM-netwerk uitrollen. Dus we zijn ook weer nieuwe dingen van plan die normaal gesproken nog niet gedaan zijn. Ook wij gaan weer proberen toe te voegen aan de mix. Niet alleen het iets als een kindervillage iets groter op te zetten, maar ook al nieuwe technologie die tot nu toe nog niet gehackt is, gaan we proberen te hacken en zichtbaar te maken voor mensen. Kijk, daar kun je ook dingen mee doen. Hartstikke leuk. Je ziet hier, er staan overal boven en overal hangen, zijn er van die soort duitjes, ongeveer zo hoog, letterlijk. Waardoor je een beetje het zicht genomen wordt van waar nou de rest van het terrein is, waardoor je veel meer ook van veldje naar veldje gaat, waardoor het een echt knusse en gezellige omgeving is. En voor de mensen die daar heel erg van houden, we hebben vaste toiletten en vaste douches, aangesloten op de riolering, dus het stikt niet. Het is ook nog eens warm water als je er op tijd bij bent. Want ja, zo'n boiler gaat hard natuurlijk na een tijdje op. Maar natuurlijk is het, we hebben warm weer besteld, hè, 25, 30 graden. Tot nu toe zit dat nog steeds helemaal goed volgens de weerdeskundigen. Die zeggen gemiddeld, hou je dat in augustus? Dus ja, daar gaan we dus dan voor. Maar dat is dan het terrein, zeg maar. Je kunt het niet zien, hè, maar dit is dus Mees, volgens mij. Maar dit is dus wat je een beetje te zien krijgt op het event. Dus het begint met de sprekers, hè. Ja, dat ligt een beetje aan de resolutie, denk ik. Dan dit soort dingen, weet je wel. Oh, dus er is ook heel veel relaxen. En dit ding is er 's nachts, want we gaan het eventterrein ook echt op deze manier die hier zit aankleden. Overal licht, overal lasers, overal mooi. Dermate veel lasers dat de laserverrakking van Stony niet weet waar hij aan toe is. dit is waar we voor gaan. Dus we gaan er niet alleen voor dat we echt een congres hebben met echt leuke praatjes. He, dus wat dat betreft hebben we ook echt ambitieus hebben we ingestoken. En gaan we ook echt voor 3 tracks met hoge kwaliteit praatjes. Wat dat betreft, de praatjes die bij ons zult zien, moet je bij andere events moet je duizenden euro's per dag neerleggen. En bij ons komen die mensen voor niks. Want die zeggen van, ik wil hier aan meedoen, dit zijn mijn bloedgroep, dit zijn mijn mensen. Hier wil ik gewoon aan meehelpen. Die komen dus praatjes geven waar ze normaal gesproken veel geld voor vragen. Maar dit soort dingen vinden we dus ook belangrijk. Dus weet je wat, dit vinden we dus ook belangrijk. Dat mensen daar gewoon een goede tijd doormaken. En het is ook belangrijk dat het s'nachts ook gewoon leuk is. Zeg maar, je bent er 4 dagen en 4 nachten, maar het liefste slaap je niet. Daar gaan we voor. Het moet alleen geen lowlands krijgen, hoor. Zeg je? Het moet alleen geen lowlands krijgen, hoor, natuurlijk. Nee, maar we gaan, dat is een goede opmerking. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, ja, ik neem PA-systemen mee, en muziek en dat soort dingen. Maar in principe zijn we geen muziekfestival. Als iemand in een hoekje zit met een beetje versterkt geluid en een gitaartje, waardoor er 100 mensen omheen zitten en daar een goede tijd beleven, top. Maar we gaan niet voor de DJ's en voor de stroboscooplichten en dat soort zaken. Want dat leidt alleen maar af van wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dat is eigenlijk aan het discussiëren, aan het praten, het overleggen en het evil plannen schemen om het internet weer te bevrijden. Van de koude handen van de mensen die nu... Ja, precies. Ja, precies. Het wordt echt gaaf. Nou, waarom ben ik hier voornamelijk? Dat is voor deze slide. Wat ik wil namelijk dat jullie allemaal komen en dat jullie ook allemaal meehelpen. Want meehelpen is het leukste van zo'n heel event. Als je meegeholpen hebt en je bent daarna na die 4 dagen ben je helemaal suf, je bent helemaal raar, dan heb je allemaal leuke dingen gedaan. Nieuwe mensen ontmoet, nieuwe ideeën, die heb je ook door kunnen spreken met al die mensen met wie je aan het werk bent op dat event. Dan hou je het meeste over. Je houdt er echt vriendschappen van lijf over. Weet je, Misha en ik, zo'n event, Arjen en ik. Op zo'n event. Daar beginnen echt vriendschappen voor life. En ik weet dat bij Ethanol ik eigenlijk praat voor de kats en elkaar. Want jullie doen dit al. Ethanol is eigenlijk dit. Dat is eigenlijk haar. En dat is ook een van de redenen waarom ik vorig jaar ben komen kijken in de zomer. Een dagje Arjen meegesleept heb en die heeft een mooie prijs gedaan. Dat is waarom ik hier nu ben. Omdat jullie de type mensen zijn die dit soort dingen doen. Jullie horen hierbij. Dus iedereen die in deze zaal is, als je hier niet naartoe komt, dan mis je wat.
ongelooflijk. Dat is echt, niet dat het beter is, maar het is gewoon net zo gaaf. Om even Michel, precies. En we hebben heel veel mensen ook nodig. En ik ben dus niet aan het helpen mensen, ik ben je aan het overtuigen dat je moet helpen. Want dat is toch het leukste. En de manier waarop je kan helpen is dat eigenlijk gewoon, ga je in de wiki, mag ik? Je gaat naar de wiki, je maakt een account, we hebben een apart template gemaakt als je dat even overkopieert en invult. Dan kunnen de rest van de mensen van het event kunnen zien van, oh, deze jongen die wil meewerken met het geluid. Oh, dan moet ik die even contacten, dan kunnen we even erover overleggen. Kun je ook eigen villetjes maken, bijvoorbeeld Eternal Village zal er zijn, maar die zal uitgestorven zijn overdag en straks. Want ja, die helpen mee met het organiseren van het event. Dat komt wel goed. En wat zeg je dan? Misschien niet helemaal duidelijk, we hebben volgend jaar dus geen zomer event hier. We zitten dus daar. Nee, ja. Gewoon village. Dus, ja, dat is zo'n village. ETA, wat is het? ETA 0.1 is dus op haar, zeg maar. Ja, ja. Zoiets? ETA, ja, wat heb je gehoord, maar dat is daar. Ja, dat is daar. En, ga je ook een apart programmering nemen met naast haar? Of is het alleen maar zo'n programma of ETA naar haar noemt wel niks? Wij zijn met net een hele andere mensen, dus ze zijn village. We zullen vast weer mensen hebben die gaan kletsen. Ik denk dat maar, duidelijke zaken. Je moet. En, nou, we hebben wat meer informatie op onze website, waar alles keurig heel mooi opgetypt is, ook weer groen gedaan. Waar eigenlijk alle informatie staat en binnenkort hoop ik dat de powers to be ook daar de datum en de locatie goed op zit. Precies. En het laatste ding, we hebben een couponcode die heet ETA1. Als je die invult op de ticketwebsite, krijg je nu nog een keer extra 5 euro korting op de prijs van 155. En daarna wordt het 150 euro. Maar dat moet je wel voor eind februari doen, want daarna gaan de prijzen waarschijnlijk naar 170 euro. Dus ja, je gooit zelf 20 euro weg als je niet voor eind februari een kaartje hebt. Want je komt natuurlijk wel. Dan denk ik, dan is dit mijn laatste slide. En ik ben open voor vragen eigenlijk. En als er geen vraag zijn, heb ik goed bewust. Kijk, je moet het zo zien. We hebben natuurlijk een core groepje van mensen, van een mannetje of 30, die vanaf het begin af aan hebben gezegd, zoals Jan en zoals Top T en zoals Helene, van nou, ik ga meehelpen. En die steken er heel veel uren in. En dan heb je nog een aantal groepje eromheen die dan, waar we nu tijd voor hebben. Want nu hebben we een locatie, we hebben een datum, we weten zeker dat het doorgaat. En, zeg je? We hebben geld. En we hebben geld. Oh ja, dat is ook zoiets. We hebben geld. En dus we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Maar als iemand zegt, ja, ik wil mee op mijn netwerk, ja, daar hebben we er genoeg van. Maar als je de wc's schoon wil maken, daar tegen. Maar je moet het zo zien, voor iedereen valt er wel iets te zien, valt er altijd wel iets mee te helpen. Je hoeft niet per se vanaf nu 10 uur per week mee te helpen aan haar. Als je gewoon alleen al je opgeeft als vrijwilliger en je leest in en je houdt er eerst volgende paar maanden bij waar het over gaat. Je besluit dan pas op het event om iets te doen, helemaal top. Helemaal top. Als je er bent en meehoudt, helemaal geweldig. Het gaat niet om dat we nu mensen zoeken. Het gaat erom dat we mensen enthousiast maken om te komen. Het is echt van, kom, wees er, help mee. En als je denkt, van, ik heb deze perfecte skills in, waarvan ik denk dat jullie niet hebben. Ja, vertel het gewoon tegen ons wat je kunt. En dan zeggen wij wel, van, oh ja, dat kunnen we gebruiken. Of ja, daar hebben we al 30 van. Maar, als je op die mailinglijst zit, zitten, kun je meehelpen. Want daar hebben we gewoon heel veel van. Het belangrijkste wat je nu kan doen is gewoon komen. Zorg dat mensen inderdaad die site gaan lezen en weten dat het er is. En er zijn flyers. Onze reclame is het allerbelangrijkste wat we gaan spelen. Het is geen spam worden, maar je mag best een beetje. Tegen spam aan zitten. Nee, maar het is goed. Er zijn allerlei andere dingen naast die je ook kan doen. Met dit soort dingen gaat het met persoonlijk contact. Wat je doet, je gaat gewoon met de mensen om je heen praten hoe goed het is om je heen te gaan. En zo trek je mensen mee. Gewoon echt iemand gewoon op straat een flyer geven, dat heeft 0,0 effect. Maar een flyer ophangen op een plek waar juist heel veel mensen naar kijken, zoals een universiteit of op je werk of dat soort dingen, en daar dan met mensen over gaan praten omdat ze dat poster zien, dat heeft effect.
Dus blind flyer heeft er niet zoveel zin, maar we hebben voor de mensen die het willen, hebben we wel posters en flyers. En die kunnen gewoon aangevraagd worden. Dus als jij denkt, nou ik ga naar dit hartstikke coole eventje, of ik ga naar deze middag of whatever en ik wil het hebben. Ja, dat kan. Hebben we. Ja. Ja. Andere vragen? Jurt. Hoe zit het nou met die sensor? Ja. Nou, goed dat ik het zeg. Ik vind het eerlijk gezegd geen enkele toegevoegde waarde om het daar nu over te hebben. Zeker niet als dat opgenomen is. Als mensen denken dat ze vinden dat het event dat ze zuur voelt, vind ik dat ze het daar helemaal gewoon mee doen en laten wat ze willen. En sowieso gaan we ook Jurt vragen of hij met die jongen in contact wil komen of daar iets aan veranderd kan worden. Dus je gaat het ik vind het geen enkel niet van belang om het daar nu echt serieus over te hebben. Dat is een andere. Niet serieus bedoeld. Ja, dat weet ik. Nee, maar daar wil ik ook dat daar inderdaad een heel verhaal over gaat houden. Ik vind het totaal niet belangrijk. Zijn er nog andere dingen waar we iets over willen hebben? Nou, misschien nog even te melden dat naast vrijwilligers voor duizend en één taken, we hebben natuurlijk ook van mensen presentaties, workshops, demo's, coole hacks. En ik heb een heel goed idee. En dat hoeft niet allemaal te maken te hebben met iets waar een toetsenbord aan zit. Hè? Dat kan anything and everything in principe zijn. Je moet het zo zien, als je op het doek kijkt, we hebben hier een aantal bungalows en die hebben niet vergeven op dit moment. Dat zijn blokhutten, inderdaad. Zijn blokhutten. Daar kun je niet meer alleen maar slapen. Daar gaan we waarschijnlijk kleine tentjes voor zetten van een paar vierkante meter, 50 vierkante meter of zo. En het idee is dat als mensen echt ontzettend coole projecten hebben die ons toekomen, van we zijn met 10 man en we gaan dit doen op haar, sta je daar. De harde ruimstudio. Zeg je? De harde ruimstudio. Nou ja, ik kan mezelf daarvan verdenken dat dat meer hier staat, de harde ruimstudio, omdat je ook mensen wil interviewen. En dan weer waarschijnlijk mensen interviewen die net uit zo'n trek getrokken zijn. Weet je, die heeft net een praatje gehad over dat je daar interviewt. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat centrale staat dan hier. Want hier staat een barrière, zeg maar. Maar, dus we hebben ook echt ideeën hoe wij mensen met ultra coole ideeën kunnen supporten op dit event. Zonder dat dat ten nadele van andere mensen op het event gaat. We hebben echt, dit is zo'n geweldige locatie, dat is echt fantastisch. Dat is echt super. Ik ben ook heel blij dat ik met al die mensen die er nu aan meehelpen, dat die allemaal meehelpen. Want het gaat gewoon goed. Alles loopt goed. Vergeleken met ook andere events zijn we echt vroeg. We zijn op tijd. Het loopt ook redelijk gesmeerd. De eerste grote problemen moeten zelfs nog komen. Dat is ook altijd mooi. Dus wat dat betreft, kom erop. We zijn er klaar voor. Ja. Ja, het gaat komen. Ja, allemaal komen. Nou, dankjewel.